Yo gasten, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en vandaag is het eindelijk na een hele lange tijd weer tijd voor een Weekend League recap. Het is natuurlijk lang geleden dat ik Weekend League heb gespeeld, omdat FIFA 21 nu pas uit is en dit dus de eerste Weekend League was. We gingen op dit moment, het start van deze video, 23-0. En het ging eigenlijk best wel gemakkelijk. Ik had wel één echt lastig potje ertussen zitten, maar die had ik gelukkig 2-1 gewonnen. En zoals je hier kan zien, we komen 1-0 voor na 5 minuten. En deze fan liefde ook. Maar om jullie misschien een beetje te helpen met jullie gameplay, heb ik soms goals iets langer, zeg maar, de aanloop tot de goal erin gelaten. Zodat jullie de hele aanval kunnen zien. Dus soms duurt het, voordat ik score, duurt het wel 40 seconden. Dat heb ik expres gedaan, zodat jullie mijn decision making kunnen zien. En misschien dat jullie er wat van willen leren. Nou ja, in ieder geval, ik vond het wel leuk om erin te laten. Al met al is het niet een hele lange video, want het zijn maar de laatste 7 potjes in plaats van de laatste 10. Ik denk dat het de volgende keer of volgende week gewoon weer 10 gaan zijn. Maar dat zien jullie vanzelf. Een blauw duimpje zou top zijn. Kunnen we voor de 2000 likes gaan. Zou ik echt nice vinden. Zoals jullie weten ben ik naar de Xbox geswitcht. En de Xbox Weekend League is wel iets lastiger dan de PlayStation Weekend League. Omdat er wat minder spelers op zitten. En je dus meer kans hebt om een pro te treffen. Dat gaan jullie in mijn laatste potje zien vandaag. Want ik moest tegen een hele goede pro. Die zich vorig jaar 2 keer had geplaatst voor een groot toernooi. En dat is ongeveer het beste wat je kan behalen op e-sports gebied. Ging dus 25-0. Komen we tegen dit team. Hij heeft Bayede, Rashford, Adama, Bill. Weet je, een prima team. Niet bijzonder goed, niet bijzonder slecht. Maar het was wel een decent team. En ik heb het gevoel dat ik hier met blank heb. Maar die had ik dus niet. Hij scoorde 1-0 in de 7e minuut. Dat is natuurlijk heel jammer. Kunnen we niet zoveel aan doen. Rashford is wel toch een van de meest irritante poppetjes om tegen te spelen, ben ik achtergekomen. Maar dan gebeurt dit. Ik krijg een gele kaart met Matheus. Weet je, geel. Niks aan de hand. Maar hij heeft de vrije trap. Hij neemt hem. En ik probeer gewoon druk te zetten. Mijn balkje was ook al leeg met team press. Omdat deze man gewoon balbezit hield. En hier draait hij op het goede moment open. En ik doe weer een tackle. En ik krijg mijn tweede gele kaart in 1 minuut. Heel erg dom die tweede tackle. Eerste tackle snapte ik niet echt waarom het geel was. Maar ik kreeg dus een rode kaart. Al in de 35e minuut of zo was het. Maar we scoren hier 1-1. We gaan 25-0. Houd dat in je gedachten. En hier een heerlijke loopactie in de verlenging van Rafa, onze super sub. En kijk deze voorzet op Ronaldo en hoe die hem ook afmaakt. Met zijn linker gewoon een halve omhaal. Fucking zieke goal. 103e minuut scoort Cristiano de 2-1. En toen dacht ik, deze is binnen. Ik ga de bal houden. En dan kan er eigenlijk niks meer gebeuren. Zou je zeggen. Maar dan in de 120e minuut. Jongens, gebeurt dit. Hij ziet de rest weer vrijlopen. Ik zit ertussen met blank. Zie je hier nog niet zo goed. Alleen hij scoort. Ja, laatste minuut. Dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan moet je penalties gaan nemen. Een kleine choke. Ik zal jullie even snel doorheen werken. Er staat op 250% denk ik deze snelheid. Hij scoort zijn eerste. Ik scoor mijn eerste. Dan is hij weer aan de beurt. En die scoort hij ook weer in de rechterhoek. Het viel me op dat hij ze niet echt in de hoek schiet. Dus dat ik ook gewoon naar de hoek kon lopen. Dus dat probeerde ik. En toen ik dat deed, schoot hij hem natuurlijk weer wel goed in de hoek. Ik miste mijn tweede in ieder geval. Hadden we allebei 3 genomen. Hij heeft er 3 gescoord. En nu 4 gescoord. En ik moest deze scoren. Hij duikt naar de goede hoek. Maar ik schiet hem perfect in de hoek. Waardoor hij waardoor hij hem niet kan stoppen. En dan zijn laatste penalty gaat er helaas in. Gaat er gewoon helaas in. We verliezen een potje. En hier nogmaals. Ik wil het even laten zien met blank. Dat ik er toch echt tussen zit. Dat mijn voet eerder bij de bal is. Dan zijn Rashford. Maar weet je. Dat soort dingen gebeuren in FIFA. Dat weten we nou onderhand wel. Dus geen excuses. Ik had gewoon moeten winnen. Ik had geen rood moeten pakken. En dan had ik waarschijnlijk gewoon gewonnen. Dus het is mijn eigen fout. Echt doodzonde dat we geen 30-0 hebben gehaald. Dus. Maar met 29 omheen zijn we nog steeds top 200. Dus daar gaan we voor. We komen dit potje 1-0 achter. Ik ging doorspelen nadat ik had verloren. Is natuurlijk nooit slim. En dat merk ik in deze wedstrijd. Want hier scoort hij een beetje een gekke goal. Scoort hij de 2-0 ook meteen in de 40ste minuut. En ik had toch een partij pech dit potje. Alleen maar grote kansen gecreëerd. En pas in de 74ste minuut weet ik op, op de 2-1 te komen. En dan in de 88ste minuut. Kijk deze switch. Ik switch van Gullit naar Pele met de corner. Ronaldo.
Kopt hem, wordt van de lijn gehaald. Zijn klost hem net aan. En wie anders dan Gullit, die ik net van de corner af heb gehaald, scoort de 2-2. Dat betekent verlenging, 118e minuut op dit moment. Tobias onder in beeld. Dankjewel voor het abonneren trouwens, als je deze video kijkt. 119e minuut. En hier, Rafa, onze super sub. Hij is echt een beest, jongens. Ik wist niet eens dat ik hem op mijn bank had. Daar kwam ik pas dat vorige potje achter. En hij had gelijk een assist gegeven en in deze wedstrijd een goal. Dus dat is top. 26-1. Prima scoren. Nog 3 te gaan. En hopelijk kunnen we die 3 ook winnen. Zou natuurlijk hartstikke nice zijn. Maar, heb ik nog niet gezegd, abonneer even op mijn kanaal als je dat nou nog niet hebt gedaan. We zijn dicht bij de 85.000 subs. En we gaan ontzettend snel naar de 100.000 subs. Dus daar ben ik jullie dankbaar voor. En ik hoop dat we dat binnenkort een keer kunnen gaan halen. Zou leuk zijn. Maar, 1-0 was door die corner. En ja, ik moet zeggen, ik heb echt veel corners gescoord deze Weekend League met Ronaldo. Je moet hem gewoon selecteren, goede loopactie met hem maken en ja, dan scoort hij gewoon. Maar deze aanval, vooral die actie net van Ronaldo, vond ik echt hartstikke lekker. Dan de speedboost naar voren en Pelé maakt hem al voor de 3-0. En dan klikt hij op pauze en dan is hij er natuurlijk klaar mee. En dan gaan we 27-1 en dan hebben we nog 2 potjes te gaan. Moeten ze alle 2 winnen, willen we top 200 halen. Dat moet je even in gedachten houden. Deze gast had Jiménez en dan Adama en Sané op de flanken. Nou ja, dan kan je natuurlijk al raden wat hij gaat doen. Hij gaat op de flanken spelen. Hij gaat op Jiménez spelen. Maar dat boeide niet. We kwamen na 6 minuten alweer 1-0 voor. En dan komt hij met deze goal. Let op. Let op. Bots, god. Nou, die vloog er in ieder geval hard genoeg in. Scoort hij de 1-1. Maar daarna, nou ja, wie anders dan Cristiano uit de corner. Scoort de 2-1. Maar los van de gameplay. Mijn skill rating uiteindelijk. Jullie gaan straks zien of ik top 200 daadwerkelijk heb gehaald. Maar mijn skill rating was niet echt hoog. Dat kwam omdat ik zaterdag weg was geweest. Was ik in Walibi met mijn vriendin. Dus de hele zaterdag heb ik niet kunnen spelen. Ik heb 60 potjes gespeeld in 2 dagen. Morgen komt de Road to Glory online met hoeveel ik daarop heb gehaald. Maar als het goed is, weten jullie dat al. Zien jullie dat al in je scherm. Maar we komen tegen deze vent. Hij heeft ook Gullit, hij heeft Cruyff, hij heeft Ronaldo, Neymar en Mbappé, noem maar op. Ik denk dat ik nog een iets beter team heb, maar dit is natuurlijk echt een heel goed team. En deze vent heeft zich dus vorig jaar 2 keer geplaatst voor een internationaal toernooi. Dat betekent dat hij bij de beste 16 spelers van Europa zat. Dus dat is, ja, een van de beste spelers dus, deze vent. En we kwamen wel 1-0 voor in de 17e minuut. En dit is dus zo'n goal die ik helemaal wilde laten zien. De volgende ook, maar we beginnen dus hier met Mbappé op onze eigen helft. En dan zien we Ronaldo in de spits. Nou ja, die gaat het duel niet verliezen. En dan Gullit. Lekker een goede snelheid erin. En dan, nou ja, hij probeert hoge druk te zetten. En deze vond ik lekker. Deze voet op de bal die nu gaat komen. Hij slijt er gewoon langs. En hier raak ik volgens mij de bal kwijt. Ja, maar krijg ik hem toch nog een beetje gelukkig mee. En dan, ja, gewoon een goede aanname van Neymar. Om de 2-0 te maken. Hartstikke lekkere goal. En hier weer. Op mijn eigen helft begin ik weer met Mbappé. En ja, gewoon deze ook. Deze ook. Oh, even voet op de bal. Even een nep dragback en er langs rennen. En deze skill moves. Ik weet niet wat ik deed dit potje. Maar het ging echt. Het ging zo goed. Ik speelde echt dit potje aanvallend. Speelde ik zo goed. Normaal gebeurt dat niet echt. Maar ja, ik creëerde genoeg dit potje. In ieder geval. En hier de heerlijke paas op Mbappé voor de 3-0. Houd in dat we dit potje natuurlijk ook gewoon gingen winnen. Hij was op dit moment ook live met 1500 kijkers. Dus dit is nog een best bekend iemand ook in de Hongarije. Daarna stopte hij gewoon met spelen. Dus konden we nog de 4-0 maken. En zelfs nog. Hier komt hij dan. De 5-0. Ja, uiteindelijk 5-0 gewonnen. Hele terechte overwinning. Goed gespeeld. En hadden we dus 29-1 gehaald. Stonden we op dit moment 90ste van de wereld. Enorm zonde dat wij dat ene potje hebben verloren op penalties na een gelijkspel in de 120ste minuut. Het is natuurlijk, ja, nooit echt lekker om dan een tegengoal te krijgen. Het is zeer zonde, maar 29-1. Hele goede score. Top 200 in het eerste weekend van FIFA 21. Dus ik heb zeker niks te klagen. Ik ben enorm trots op het resultaat. Morgen dus, Road to Glory aflevering 2. Ik hoop dat ik jullie daarbij zie. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan. Mis je helemaal niks. En hoop dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.